Oké, dit is de vierde video over geofysica, ateneum bovenbouw, natuurkunde. Aardmagnetisme is het onderwerp. Opgave 15. De magnetische zuidpool ligt niet precies op de geografische noordpool. Een kompasnaald wijst daardoor niet exact naar de noordpool. Deze zijdelings afwijking noem je declinatie. In Nederland is de declinatie ongeveer 4 graden. In figuur B28 zie je een bovenaanzicht van de aarde. Met de magnetische zuidpool en de geografische noordpool, die niet op dezelfde plek liggen zoals je ziet, geef in figuur de positie aan waar de declinatie 0 is. Dat betekent dus dat dat is een plaatsen waarbij, als je kijkt, de geografische noordpool precies in het verlengde van de magnetische zuidpool moet zitten. Dus dat is op dit stuk. Dat is ook op dit stuk zo. Nou, als je in de richting van de magnetische zuidpool kijkt, dan zit de geografische noordpool er precies achter. Dus vandaar deze en deze lijnen. Daartussenin is het iets anders, want als je hier tussen zit, dan liggen de ook wel op dezelfde lijn natuurlijk. Alleen de magnetische zuidpool ligt aan de ene kant en de geografische noordpool ligt aan de andere kant. Dus dan heb je een declinatie niet van 0 graden, maar van 180 graden. En dan zal er bijna aan de verschillende kant liggen van de plaats waar je zit. Dus dan dit stukje doet wat dat betreft dus niet mee. Nou, geef dan in figuur B28 de positie waar de declinatie 90 graden is. Dat betekent dus dat deze hoek 90 graden moet zijn, of deze hoek 90 graden moet zijn. Dan krijg je een vierkant waar deze vier punten op liggen. En dat is hier zo, zie je wel. Op alle andere punten, bijvoorbeeld daar, ja, is de hoek geen 90 graden. Of als je dichterbij gaat, is de hoek ook geen 90 graden. Dus alleen op deze twee punten. Goed. 16. In B29 zie je de veldlijnen van een aardmagnetisch veld, het aardmagnetisch veld. Geef in figuur B29 met pijlpunten in de veldlijnen de richting van het aardmagnetisch veld aan. Nou, de richting van het aardmagnetisch veld, zoals elk magnetisch veld, gaat weg bij de noordpool, de magnetische noordpool natuurlijk. En die zit hier aan de zuidkant. Ja, dus de pijlen lopen van de magnetische noordpool af en naar de magnetische zuidpool toe. En die zit bij de geografische noordpool. Dus je ziet dat deze pijltjes allemaal naar de pool zijn toegericht en deze ervan af. Goed. Draait de kompasnaald om bij het passeren van de evenaar? Nee, kijk, als je dit volgt, deze richting, die is, pijltje is die kant opgericht, deze is ook die kant opgericht, deze is ook die kant opgericht. Dus hij draait wel een klein beetje, maar hij draait geen 180 graden om. Want de magnetische zuidpool en de magnetische noordpool blijven natuurlijk op dezelfde plaats liggen. Dus je krijgt geen omkering wat dat betreft. Alleen een draaiing als je die lijn volgt. Als je een veldlijn volgt, draait die natuurlijk wel voortdurend, maar nooit in één keer 180 graden. Nou, Ignaz maakt een spijker magnetisch en hangt hem aan zijn zwaartepunt op aan een draad. In figuur B30. De spijker is gericht volgens het magnetische veld in Nederland. Dus dat is ergens hier, zeg maar. Ongeveer zo. Iets boven de... Is de kop van de spijker de noordpool of de zuidpool? Even kijken, als je hier staat, staat hij dus die kant op. Dat betekent dus dat, hè, deze kant op, dus zo, hè. Dat betekent dat hier de magnetische zuidpool zit. Hè. Die zit namelijk bij de geografische noordpool. Dus hij staat naar de magnetische zuidpool toegericht. Dan moet dit de magnetische noordpool zijn. Dat kan niet anders. Waarop aan hangt de spijker vrijwel horizontaal, legt het uit. Dat is natuurlijk bij de evenaar, hè? Want als je hier een spijker in hangt, dan komt die horizontaal te liggen ten opzichte van de grond. Hè? Want hier loopt de raaklijn, deze veldlijn, ook horizontaal. Dat is alleen bij de evenaar zo. Waar hangt de spijker vrijwel verticaal? Dat is zowel bij de noordpool, waar dus de magnetische zuidpool zit, als bij de zuidpool, waar dus de magnetische noordpool zit. Goed, 17. In Nederland bedraagt de horizontale component van het aardmagnetisch veld 1,9 × 10⁻⁶ tesla en de verticale component is groter 4,5 × 10⁻⁶ tesla. Bereken dan de grootte van het magnetisch veld en bereken de inclinatiehoek. Nou, dat kun je doen met de stelling van Pythagoras. Hè. Dit is de horizontale component, dit is de verticale component. Die weet je allebei, dus kun je de som van die twee kun je bepalen. Dat is dan de lange zijde of de schuine zijde. Nou, dus dit is de stelling van Pythagoras. Hier staat het, hè. De aardmagnetische veld is in het kwadraat is de aardmagnetische veld horizontaal in het kwadraat plus aardmagnetische veld verticaal in het kwadraat. En die laatste twee, die weet je allebei.
Die vul je dus hierin. Nou, dan komt deze waarheid 4,910 tot de min 6e tesla. We rekenen dan de inclinatiehoek. Dat is dus de hoek met de grothelder. Dat is dus deze hoek. Hè, dit alfa. Ik zou het doen met de twee gegevens die gegeven zijn. Want dan weet je altijd zeker van dat ze goed zijn. Dat is dus de horizontale en de verticale. Oftewel, als je dit de hoek is het de aanliggende en de overstaande. Is dus de tangens, toa. Overstaande gedeelte aanliggend. Dus deze waarde, dat is de verticale, gedeeld door de horizontale, is gelijk aan de tangens van deze hoek. Nou, hier wordt het ingevuld. De verticale, dat is deze. De horizontale, dat is die. Nou, en hier rekening misschien stoppen shift-tangens, of arctangens, of inverse tangens van deze breuk tussen haakjes. Geeft 67 graden. Haakjes niet vergeten, anders gaat het vermoedelijk fout. Nou, in figuur B31 zie je een wereldkaart met grijs rechthoekig geografisch rozen. Dat zijn de horizontale en verticale grijze lijnen. De horizontale lopen verticale, in feite gaan even naar de verticale en noem je meridianen. Die komen bij elkaar op de Noordpool en de Zuidpool, leg ik uit. En het is natuurlijk maar een projectie. Hè. Werkelijkheid is dit natuurlijk onderdeel van een bol. En als je deze lijnen volgt, dan komen die allemaal, die lopen daar niet evenwijdig. Die lopen naar elkaar toe en ze snijden elkaar in de Noordpool en in de Zuidpool. Kijk maar op een globe, kun je dat heel duidelijk zien. Nou, over dit geografische rooster zie je rood en blauw een geomagnetisch rooster geprojecteerd uit. Leg uit waar de geomagnetische meridianen bij elkaar komen. Dat zijn de rode lijnen dus. Ja, die komen dus bij elkaar bij de Noordpool en bij de Zuidpool. In dit geval de geografische Noordpool en de geografische Zuidpool. Je hebt beschikking over een driedimensionaal kompas dat in alle richtingen kan draaien. Leg uit in welke richting de magneet wijst in het snijpunt van de geomagnetische meridianen op het noordelijke halfrond. Dan zit je dus in de zuidelijke magnetische pool, zeg maar. Dan wijst de magneet maalt, dat is een noordpool, die wijst dan natuurlijk naar beneden toe. Dat klopt, hè? Want het is een magnetische zuidpool bij de geografische noordpool. Dus de magnetische noordpool wijst naar de magnetische zuidpool toe. En dat is dus naar beneden, want je staat bovenop. En hij wijst dus de grond. Nou, leg uit in welke richting de magneetnaald wijst in het snijpen van de geografische evenaar en de magnetische nulmeridiaan. Dat is dus deze. Dat is bij de meridiaan. Op de evenaar is het magnetisch veld natuurlijk wel gebogen, maar als je daar een raaklijn tekent, dan loopt die horizontaal. En dan kun je, was bij de voorgaande op, was het ook wel zo, hè? Hier zo, hè? Dus bij de evenaar, de magnetische veldlijn, de raaklijn eraan, die is horizontaal. Dus hij zal horizontaal lopen. In de richting van het magnetische noorden natuurlijk. En dat is dus bij de geografische zuidpool. Oké. 19. De sterkte van de richting van het aardmagnetisch veld kun je als volgt bepalen. Je gebruikt een spoel waarvan de windingen plastic platen doorsnijden. Je zet die blaad met de spoel horizontaal. Binnen de spoel zet je een naaldmagneet die vrij draaibaar is in het horizontale blad. Wat gebeurt hier? Dus dit is de spoel, hè? Die is doorgesneden, maar die loopt dus zo. Hè? Dat zijn koperdraden. Die loopt dus in een spiraal rondom die magnetische kompasnaaldje, zeg maar. Die is draaibaar in het horizontale vlak. Daarna draait de plaat zo dat de hardlijn via de spoel dezelfde richting heeft als die van de naaldmagneet. Oké, dat is hier gebeurd. De rode punt van de naaldmagneet wijst naar het geografische noorden. Binnen de spoel ontstaat een homogeen magnetisch veld waarvan de grootte recht evenredig is met de stroomsterkte door de spoel. Dus als je er meer stroom heen laat, wordt die sterker. Bij een stroomsterkte van 60 mA is het magnetisch veld binnen de spoel 9,4 tot de min 6 tesla. Als de stroom sterkte van 115 mA is, blijkt dat de naaldmagneet elke willekeurige stand kan innemen zonder dat die stand verandert. Geef je voor een verklaring. Nou, dat betekent dus dat als je 115 mA erheen stuurt, dat je een bepaald magnetisch veld opwerkt. En dat is blijkbaar precies even groot, maar tegengesteld gericht aan het aardmagnetisch veld. Je heft elkaar precies op. Oké, vervolgens bepaal je de richting van het aardmagnetisch veld met een andere opstelling. Daarvoor neem je een naaldmagneet die vrij draaibaar is in een verticaal vlak. Dat is hier dus, je ziet, daar zit het asje natuurlijk, dus je kan rondbewegen zo. Het verticale vlak waarin deze naaldmagneet draait,
kies je evenwijdig aan de hartlijn van de spoel, dan moet je de inclinatie, dan meet je de inclinatie die de naald magneet met de horizontaal maakt. Je vindt daarvoor 67,5 graad. Dus deze hoek is 67,5 graad. Oké. In vergelijking met aardmagneet bij aarde ontbonden in een horizontale component en een verticale component. Dus dit is de magnetisch veld en is in twee componenten ontbonden, precies. Bereken dan de grootte van het aardmagnetische veld. Nou, dat doe je met de formule aardmagnetische veld is een constante van de stroomsterkte. En we weten dat voor 60 mA het aardmagnetische veld 9,4 tot de min 6 tesla was. Dat staat hier, hier de veldsterkte, hier heb je de stroomsterkte. Nou, dan kun je dus die constante bepalen door die twee op elkaar te delen. Hè. Hier is die ingevuld, hier zie je de constante, dan moet je natuurlijk deze delen op die en dan krijg je de constante. Dat is dan 1,566 tot de min 7. Hè. En die kun je dan weer gebruiken voor die andere stroomsterkte van 115 mA. Je weet de stroomsterkte, je weet de constante, dan kun je het magnetisch veld met diezelfde formule bepalen. Want nu weet je C en I en kun je dus B bepalen. Nou, hier gebeurt dat. Dit is C, hadden we net uitgerekend. Dit is 115 mA. Die staat hier. En nou ja, als je dat uitrekent, dan komt dat er dus uit. 1,18 maal 0,16 maal 10 tot de min 6e tesla. Dat is dus meer, dat is ook logisch, want het is bijna dubbel zo sterk. Stroomsterkte, dus magnetisch veld is ook bijna dubbel zo sterk. Dat klopt precies. Maar wel even opletten, dat is dus alleen de horizontale component, hè? Het ging heel erg over de horizontale component. Nou, oké, goed. Dat is dus deze. Verder weten we dat deze hoek 67,5 graad is. We moeten de aardmagnetische veld bepalen, dus de blauwe. Nou, even kijken, dat is, deze hoek is bekend. Dit is de aanliggende, dit is de lange of de schuine, dat is dus zoals castoa, sulcaltoa, cal, hè, of cas, cosinus. Dus de cosinus van deze hoek, 67 graden, is dus deze, die is bekend, gedeeld door die en die willen we weten. Nou, hier staat het ingevuld, de cosinus van 67,5 graad is dus die horizontale die we net hadden uitgerekend, gedeeld door de magnetische component van de aarde die we moeten bepalen. Nou, dat is dan niet zo moeilijk om deze te bepalen, hè, dat is dan deze gedeeld door die. Sorry, andersom. Deze gedeeld door die. 1,0816 tot de min 4 gedeeld door de cosinus van 67,5 graad. Nou, dan komt eruit 4,710 tot de min 6 tesla. Dat is dus deze. Dat was het. Bedankt voor het kijken en eventueel tot een ander hoofdstuk.